Yo, VacoGamers, Lars hier. Welkom terug hier op de Hypixel Minecraft server hier op VacoGames. Ik had gisteren gezien dat er behoorlijk wat likes zijn achtergelaten op de aflevering van gisteren. En dat was Quake, geloof ik, uit mijn hoofd. Volgens mij was dat spelletje Quake. En zolang jullie lekker blijven liken, ga ik er zeker mee door. Maar we gaan vandaag een ander spelletje doen. En dat is namelijk Vampire Z. Dat heb ik één keertje eerder gespeeld met Milan en een aantal andere jongens. En dat vond ik ontiegelijk leuk om te doen. Dus we gaan eens even kijken of we dat nog kunnen vinden. Maar dan moet ik eerst het bord vinden. Daar. Ik loop er gewoon voorbij met mijn kop. Not joinable. Waarom niet? Oh. Please. I want to join. I want to join, please. Kijk, al die bordjes zijn leeg. Dat vind ik zo raar. Dit is zo'n gigantische server en dan zijn die bordjes constant leeg. Oh, daar. Join. Ja, hoppakee. Oké. Ik ben de 20ste van de 26. Dus deze is bijna vol. Dus we hoeven niet zo lang meer te wachten. Hallo, mensjes. Hallo. Oh, een turtle. Tenminste, ik denk dat het een turtle is. Volgens mij wel. Hoppakee. Oké, 23, 26, hartstikke leuk. We willen een aantal spelletjes doen. Als het goed is, is het de bedoeling dat we of een zombie zijn. Een vampier kunnen we zijn. Of een survivor. En de survivors, hoi. De survivors die moeten dus zichzelf gaan verstoppen. Kijk, dit doen ze de hele tijd. Gaan ze voor mijn neus rondrennen. Moeten ze niet doen. Je moet niet voor mijn neus rondrennen. Je moet voor de game werken. Dat is wat je moet doen. Oké, we zijn verdwaald. Ik ga gewoon achter deze gast aan. Maar dit is dus deze game, dat je gewoon echt totaal geen hol ziet en dat er wel ergens twee vampieren rondlopen. En die moeten ons zien te gaan pakken. En ik hoop niet dat dat gaat lukken, maar ik ga gewoon achter deze gozer aan. Die weet waarschijnlijk wel waar hij naartoe gaat. Kom maar op. Waar gaan wij? Oh, we gaan in het huis. Ja, kom, gaan we het huis met z'n allen. Dat is slim. Is dat slim? Ik denk het wel. Kom. Oh, er is al een vampier geweest. Uh-oh. Wat heb ik nou weer? Waarom ben ik zo dizzy? Holy shit, het lijkt alsof ik dronken ben. Help. Ja, goed zo. Als jij de deur beschermt, Harry Potter, met je toverstok, bescherm de deur. Alles wat er doorheen komt, Avada Kedavra helemaal kapot. Ja? Duidelijk? Oké, mooi. Hij gaat die gasten uitmoorden. Wat was dat voor Disney gedoe, jongens? Dat kan ik er helemaal niet tegen. Je moet niet mij zoeken. Kom op. Speel voor de game, speel niet voor mij. Ik sta hier bovenop een boekenkast. Ik vind het prima. Kom op, opletten, bitches. Ze kunnen zo door die deur heen komen. We zitten hier gezellig in ons donkere hok. Ik heb echt zo'n vermoeden dat er zometeen gewoon weer een aantal door die deur heen komen rennen. Dat deden ze de vorige keer ook. Ja, als jij nou die kant gaat staan, ga ik in deze kant staan. En als ze er doorheen komen, dan mappen we ze. Crouch at least. Maakt dat nog wat uit of? Waarom moet ik crouchen? Crouch. Oké, maar waarom? Waarom moet ik crouchen? Is dat goed? Is dat beter? Er staat er daar nog eentje. Helemaal in de verte. Je kan hem waarschijnlijk niet zien, maar er staat er daar nog een. Ik weet wat het is. Kom dan. Kom dan. Mr. Vampier. Oh shit. Valentine Style. Oh, die is dood. Nu. Oh, hier ben ik weer dizzy. Wat is dit nou toch elke keer? Shit, en die andere is gepakt door een vampier. Uh-oh. Er zijn nog 16, 15 survivors en 8 vampieren ondertussen al. Oh shit. Dit gaat helemaal mis zo. Serieus, ik ga hier achter in het hoekje staan. Zo. Niemand die me ziet. Niemand die me ziet. Dan staat hij zo meteen in één keer voor mijn neus. Moet je opletten. Nog 11 survivors. Oh, nee, 12 survivors, 11 vampieren. Oh fuck. Kom op. Nee, bescherm die deur dan, Henk. Kom. Jij bent mijn bodyguard. Jij moet die deur bewaken. Ik ga hier veilig in mijn hoekje staan chickenen. Dat is wat ik doe. Ik ben een pussy. Harry Potter, pak je toverstok, hè? Waarom hebben zij een zilveren zwaard? Een ijzeren. Ik heb een houten. Waarom? Uh-oh. Uh-oh. Oh. De lampen doen het niet meer. Oh shit, er komt er eentje aan. Er zit daar een raam. Oh, dat had ik helemaal niet in de gaten, joh. Ik ben weg hier. Laat eens. Ik smeer hem, ik peer hem. Tra-na-na-na-na. Ik heb geen idee waar naartoe, maar ik ga er vandoor. Wat kan ik hiermee? 45 goud, ja lachen. Maar met goud kan je geen zombies afmaken. Oh, dit doe ik echt niet handig. Dit doe ik niet slim. Nou weet ik waar die potions vandaan kwamen. Oh, dit is helemaal niet handig. Hier zit je opgesloten. Als ze hier binnenkomen, dan zien ze je. Meteen. En die gasten die kunnen veel verder kijken dan dat ik het kan. Hier is iedereen al afgemaakt. Auw! Nou!
No! Mr. Ja, you killed a vampire. Heel goed. Oké. Okay. Maar nou, gauw wegwezen. Voordat hij terugkomt. Oh shit, zombie! Oh, die kan ik wel pakken. Dat is niet zo'n probleem. Die zombie is niet zo sterk. Dat lukt wel. Kom maar, zombie. Kom dan. Huppa, zo. Oh shit. Jullie zijn met z'n tienen. Vinden jullie dat eerlijk? Niks meer. Auw. Oh, come on. Was ik echt een van de laatste? You serious? Oh, er is nog eentje. Waar gaan we hier naartoe? Waarom kunnen we hier naar beneden? Wat is hier te doen dan? Wat was er dan? Oh. Hm. Heb ik nou gewonnen of niet? I don't get it. Hebben we niet gewonnen of niet? Ik vond het wel tof. Ik heb best wel lang voorgehouden. Ik heb zelfs een zombie gekild. En een vampier? Ik ben best baas. Ik denk dat het leuker is als je dit met anderen doet. Hoi. Ja, jij wil graag in beeld. Nou, dan mag je graag in beeld hoor. Pindakaas Gaming. Holy fuck zeg. Ik denk dat het leuker is om het meer te doen. Dus misschien dat ik binnenkort maar eens een keertje op Twitter moet gaan roepen van... Hey, ik ben in deze server. Doe mij eens even joinen. Misschien is dat wel leuk. Dan kan ik ook van Tastecat mij ook blijkbaar op een of andere manier. Hoi, mag je ook in beeld in Nelis? Ja. Ik denk dat dat wel leuk is. Dus mocht je me nog niet op Twitter volgen, doe dat eventjes. @Vakunov. Mijn naam staat in beeld. Zou super tof zijn als je me daar even volgt. Ja, hallo. Valentijn Stijl, wil je ook in beeld, jongen? Nou, alsjeblieft, Valentijn ook in beeld. Als jullie dat nog even doen, volg mij even op Twitter. Dan kan ik je gewoon eens eventjes roepen af en toe wanneer ik dit ga doen. Want ik vind het wel leuk. Maar je moet het met anderen doen die je kent. En die je dan weet wie het zijn. Dat is veel leuker. Dus volg me even op Twitter. @Vakunov. Mijn naam staat in beeld. En ik zie jullie dan de volgende keer hier terug op de MindZ. Hoi, ga nou niet de hele tijd voor me staan, man. Damn. Fucking irritant. Dag. Ik zie jullie de volgende keer weer terug hier bij meer MindZ. Of op een andere game hier op de Hypixel Minecraft server. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. Elke like is er één, dus ik ben er super blij mee. En ik zie jullie de volgende keer hier weer terug. Mazzel!